Dat is gaaf. Het ziet ook onwijs gaaf, die kleuren en zo. Ja, ja, welkom. Maar voor de kijkers, als jullie me niet herkennen. Ja, ik heb een expert. Maar we hebben ook Martijn. Dag. Van ja, applaus voor Martijn ook, hè. Heel leuk dat je er was. Ja, zo. We zijn even een boot aan het uitzoeken hier. Oh, de zak is even overknopen. Ja. Kijk. Hetzelfde loop ik met het oude papier met een boot. Erik had hem al vanaf zijn 20ste, zei hij. Kijk. Gordon heeft aangeboden om volgend jaar weer een fandag hier te organiseren. Lukt het je? Ja, hoor. Hij heeft tot die zet gezien. Ja, was wel een leuke dag. Ja, en toch? Gehad. Zeker, zeker. Lekker van mij geslaagd. Nou, goedemorgen. De eerste fan is al binnen. Ja. Fan collega. Goedemorgen, Ruud. Goedemorgen. En je hebt wat moois meegenomen, ja, zie ik. Laat ik wat leuks meenemen. Nee, joh. Dit is leuk, joh. Dit is echt gaaf. Heb je dat de hele nacht? Ik ben de hele nacht doorgegaan. Ja, joh. Dat is heel gaaf. Kijk nou, joh. Ja, dat is heel vet. Dat is gaaf. Het ziet ook onwijs gaaf, die kleuren en zo. Ja. Nee, jullie zitten al op zee. Ja. Ja, je denkt, ik ga toch vast hier. Niet zeuren. Leuk. Ja, echt. Ja, je bent niet de eerste, Ruud, want vanmorgen om 7 uur stond er een lijntje. Er stond er om 7 uur alleen. Ja, die loopt hier al, die denkt, ik ga wat vroeger weg. Ja, ik zou ook wat vroeger komen, maar ik wil het even iets doen. We hebben vandaag een belangrijke dag, hè? Ja, hij verwacht, hè? Van niet alles tegelijk. Oh ja, eigenlijk wel. We gaan het schip dopen. Ja, we gaan het schip dopen. Ja, fles staat klaar. Even... Oh ja, de fles staat klaar, die staat hier. Ja, ik zie hem, ja. Ja. Ja, we zijn nog even, we weten alleen nog niet hoe of wat. Ik zeg tegen Diana, sla maar gewoon stek. De eerste deuk zit erin. En daar komen de volgende. De volgende vroegelingen. Zo, nou, dit hebben ook cadeautjes bij zich, een leuke stek. Nee joh, lekker. Ja, lekker hè. Lekker cookies. Ja. Dag lieve jongens, kom welkom. Goedemorgen. Ja, welkom maar. Voor de kijkers, als jullie me niet herkennen. Ja, ik heb een expert bij hem, maar Despo-team. Ja, ja. Despo-team is gearriveerd. Dan moet je kapot slaan, toch? En, ja. En jullie willen vandaag je mond niet houden, je kan gewoon praten. Ja, mag gewoon. Ja. Deze keer wel. Ja. Oh, mag gewoon aanwezig Weet zijn. Weet waar je om praat. Dat is de laatste video die ze uploaden. Als wij praten, cancel. Ja. Ja, kom binnen, mannen. Ja. Ja. Kennen jullie elkaar nog? Ja, wel hè. Sowieso. Ja, sowieso. Ja. Kijk dan, van Ruud. Oh. Ja, leuk hè. Die is echt top. Die is echt top, hè? Ja. Nice. Nou, we gaan even... We gaan de taart aansnijden. Hey, maar, dit is een Chinees van. De taart snijden is echt ook al klaar. Ah, denk dat hij voorgegoten was. Dit slaat echt alles. Morgen. Hey, goedemorgen. De oplossing was dat. Ja, hè? Dank je. Is mijn eigen vlog, hè? Nee. Niet? Nee. Nou, ben je ingehuurd vandaag? Ik ben ingehuurd vandaag. Hey, leuk, hè, je taart? Ja, hè? Waar is die bus? Oh, waar is mijn bus? Waar is mijn boot? Waar is mijn bus? Nee, daar is mijn boot. Ik dacht dat jij een boot had, inderdaad. Ja, de boot is nog apart. Die is nog heel gebleven. En Diana wil zelf de boot houden, hè? Dat snap je ook wel. En een derde? Ik zeg, eerst kijken. En de schouders.
Ik vertrouw die taart niet. De taart is van Ruud. Oh, ja. Nou, dankjewel. Nee. Het gaat wel goed, hè? De alcohol stroomt binnen. De alcohol stroomt binnen. Nou, dat gaat goed. Weet je wel raad mee, toch? Genoeg neergezet. Dat sowieso. Kijk, we moeten er wel voor regelen dat mijn ouders gewoon lekker kunnen genieten van de mensen. Ja, ja. Dus lopen wij hier rond. Daarom moesten we er zo vroeg zijn. Ja, ja. We worden gewoon aan het werk gezet eigenlijk. Ja, het is gewoon werkdag. Ja. Druk, hè? Oh, dan meneer Mol. Ja. Kijk, er komt de belangrijkste persoon van... Die komt het licht even aanzetten. Hé, hey, man. Hey. Nou, kun je zien waar dit afgelopen maanden gereed heb. Wat hij ervan gemaakt heeft. Wat hij ervan gemaakt heeft. Ja, heel dag van de klas. Die bank heb je van 2 dagen. Helemaal goed. Ja hoor. Ja, zeehondje is dat. Ja, de zeehond. Is die ook zeewaardig? Ja. Het wel als in het water En die is ook leuk, hè? Ja, zeker. Dat is wel leuk allemaal, hè? Ja, je zei toen, ik heb niet zoveel bloemen. Dat komt nou allemaal goed volgens mij. En de taart is op, is ook leuk. De taart is op, ja. Ja. Ja, ik vind het wel heel leuk. Ja, toch? Ja, ik vind het ook heel leuk om... Ja, is ook. Nee, nee, mag het. Oh? Nou, we zeggen keer. Wat zei je? Nee. Die wilde niet op, geloof ik, hè? Nou, erachteraan, Ruud. Ja. Erachteraan. Draai eens om. Nee, je mag niet naar beneden. Je mag niet naar beneden. Dan kom je nou ook op de film. Jij wou het even zien, hè? Hallo. Hallo. Ja. Je bank is zitten erin. Ja. Doe daar de deur nemen. Ja. Ja. Hey, kijk uit, hè. Dat is wel jammer, hè. Ik mag ook geen lid worden, hè. Hij heeft mij geweigerd. Ja. Ja, je weet je plek, hè. Je weet je plek, hoor. Hè? Ja, ja, maar dan werk ik elke zondag. Amon, waar is het? Ja, ze gaan al iedereen naar buiten sturen. Even iedereen naar buiten halen. Ik ga iedereen naar buiten halen. Ja, hou jij iedereen naar buiten? Eventueel terras is ook open boven. Echt? Erik, oh nee, ik. Niels, ook Gordon en ik weet niet waar die... Gordon. En bedankt, hè, want jullie hebben dit ook mede mogelijk gemaakt. En we hebben hier heerlijk mogen klussen. En vuilnisbakken vullen. Ja, die container hoef je nou niet meer zo vaak te legen. Nee, dat is klaar nu. Hey, en die is voor jou, hè? Oh, dankjewel. Nou, ja, superleuk dat jullie er allemaal zijn. Oh, zal ik even uit beeld gaan? Oh, ja hoor. Ik vind het echt onwijs gaaf dat jullie met zoveel toch gekomen zijn. Om onze boot te dopen, onze nieuwe aanwinst. Ja. En ik wil een paar mensen even speciaal bedanken. Nou, dat heb ik al, Gordon en Niels. Maar we hebben ook Martijn. Dag. Van ja, applaus voor Martijn ook, hè. Ja, ja. Samen met Erik, 1 uur 's nachts, spierwit, krom, die. Nee, onwijs bedankt. En dan hebben we een aantal Dennis van het rappen. De vlag staat hier. Die heeft de hele boot gerapt. Dan daarnaast staat Dick van de mooie letters. Die heeft ons uit de brand geholpen tijdelijk. En de echte komen nog, hè. En wie hebben we nog meer op het lijstje staan? Wie heeft ons nog meer geholpen? Dream wel. Die heeft gezorgd dat we en een nieuw matras hadden en hele mooie bekleding, ja. Binnen no time. En de vloer van RM stoffering. Mm. Dus ja, ja. En leuk. Nee, die is... Schoon. Nee, wacht even. Hallo, dat is een beetje jammer dit. Want die kwam hierna. Van Oosten kwaliteitsonderhoud. Heeft duo gewassen, hè. Tadaa. En ja, de oude en de nieuwe. En dan ook nog de helft van de tijd alleen. Ja. Toch? Ja. En dan willen we ook Rudy, hè? Die kennen we ook natuurlijk. Die hebben van tevoren even helemaal gepoetst. En daardoor werd voor jou wat makkelijker om te... Gelukkig een keer. Was? Ja, had ik een keer mazzel in je leven.
Dus, nou ja. Hebben we niemand vergeten? Stond er een keer lijstje? Nee, ik ben niet. Ruud. Ruud. Oh, die hebben ons een keer helpen sjouwen. Ruud. En die Ruud doet nu even helpen vloggen. Onze collega Ruud. Die van die heerlijke taart. Helemaal top. Ja, nou ja, volgens mij heb ik zo iedereen wel gehad. Ja. Het was gewoon top. En nu gaan we maandag terug naar Dordt. Nou, je wil nog even vertellen. Oh, ik heb nog wat. Ja. Ja. Onze oude Endulife is verkocht. Definitief. Hey. Dus hij is weg. Dus dat is heel fijn. Ja. Dat is helemaal top. En dat door, mag ook wel genoemd worden door Joris van de Valk. Ja. Jachtbrokers. Dus heel fijn. Nou, ik ga dopen. Ja. Dus ik ga even slaan. Oh nee. Zal ik hem slaan? Ja, ik zou hem gewoon kapot slaan. Ja, maar dat is wel vervelend voor die mensen. Ja. Ja, ik durf het wel. Ketel. Ik ga het gewoon doen. Ja. Het mag alleen niet op de lak. Daarop. Daar zo. Ik zou gewoon kapot slaan. Tuurlijk. Doe ja? Ja. Die scherven ruimt Gordon morgen wel op. Ket het hoofd. Nee, die krijg je mee, hè. Nee, want die neem je mee, hè. Ik kan hem gewoon slaan. Ik sla hem gewoon zo op de pan. Ja? Nou, daar gaan we. Ja, niet te hard, hè? Niet te hard? Oké. Okay. Niet dat hij helemaal daarheen... Klap, jongen. Nou ja. En je ogen dicht. Iedereen is gewaarschuwd, hè? Ogen dicht. Oké, nog een veiligheidsbril en een vestje. Nou. End your life. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Tine, kijk je uit. End your life. Ja, ja. Hij gaat gewoon. Ik, nou. Dat was ik. Oké, enjoy life. Ik doop en wens u en uw bemanning een behouden vaart. Yeah! Het is gelukt. We can go by land. Oké, niemand splinters. Ik niet. Ja. Ja, nou dat zeg jij. We hadden het bij de Gibraltar ook gedaan. Jeff. En dan gooit een ander hem weg. Even dit goed was, hè. Is die gelukt? Nee, het filmpje is niet gelukt. Nog een keer. En nu een drankje, hapje. Helemaal leuk. Ja? Ja, ging die goed? Kijk die goed, kijk die. Ja, joh, helemaal leuk. Even tijd met de kids. Waar moet ik daar? Ja. Gelijk Beatrix wel. Slukt. Van boven. Nee. Lin is van boven. Ik zie je mijn hondenkind. Dankjewel. Yes. Niet normaal, hè, zoveel mensen. Nee, maar ja, is wel leuk. Het was een beetje leuk, mijn speech. Nu sta ik heel in beeld. Ja, ja. Hij is gedoopt. Knippen ze er maar af. Dan zie je jezelf ook weer terug, is toch leuk? Nee, daar ben ik niet van, hoor. Heel leuk dat je er was. Ja, zo. Echt, nou heb ik tegen jou gezegd. Je zei nou mag het. Nou, mag nou ga je erop ik ook. Ik verwacht, hè. Ja, ja, is goed. Hey, leuk dat je er was. Is goed. Even de groetjes thuis. Groetjes thuis, doei. En we zien elkaar weer. Is goed. Oké. Okay. Doei. Jammer hoor. Ja, jammer. Het is wel ruim eigenlijk. Ja, slecht. Kijk, veiligheid. Dat is echt een klein. Oh, Veiligheid dan die andere. Oh, oké. Ja, ik ben niet. Ja, ik ben. Ja, dat moet. Oké. Ik ben niet anders. Super leuk dat je er bent. Kijk maar gewoon. Gaaf, hè?
Martini of... Moet je er nog iets te drinken aanbieden? Als je ze nou niet kwijtraakt, moet je ze dan zelf opdrinken? Nou, dat lijkt me niet zo'n slim idee voor de wijn in ieder geval. Vermaken we ons nog? Ja, ja. Nou, dat is belangrijk, belangrijk. Ja. We hebben er weer een uitje van gemaakt, hè? Ja, toch? Ja. Dat is toch wel een beleving natuurlijk, even de doping. Maak je niet elke dag mee, hè? Nee, hè? Nee. Ja, dat is ook de bedoeling. Een mooi schip. Ja. Hé, hey, daar hebben we iemand die wou graag even wat vertellen. Sorry? Niet? Ik heb niks te vertellen. Ja, dan proosten we gewoon even. Ja, zeker, dat doen we altijd. Kijk. Het is carnaval ook. Allemaal, ja. Hebben jullie ons wel, carnaval. Kijk. Proost. Proost. Ja, proost. Proost. Ja. En daar hebben we een tuut. Ja, ja. Daar is Ruud. Ja. Hé, hey, dat is Ruud. Hoe gaat het hier buiten? Ja, goed hoor. Ja? Kijk. Ja, dat is het onverwachts, hè? Dat is het leukste natuurlijk. Ja, maar wij zijn toch gewoon leuk, Ruud. Ja, maar daarom is het ook zo druk hier. Het is wel leuk. Ja, toch? Ja, helemaal leuk. Goeie opkomst. Ruud, ben jij al op de camera geweest, of nog niet? Weinig. Ik doe ja, je staat wel met een groene rakker in je handen. Ja, ja, ik denk, je moet wel een beetje vocht in. Anders dan valt te weinig te vertellen. Ja, toch? Ja. En ik heb nog een dingetje voor je. Ja, ja. Die ligt klaar, hè? Dat is heel belangrijk. Maar jij weet de weg, hè? Ik weet de weg. Hij legt achterin. Aan het stuurboord. Heel ja. Mooi. Ja, maar je gaat nog niet naar huis, denk ik, hè? Nee, dat dacht ik al. We gaan nog zo lang. Nog lang. Want mijn moeder is niet thuis. Dat bedoel ik. Je was ook mee. Heb je ook de doping gezien? Ja. Ja? Wat vond je ervan? Leuk. Ja? En wil jij later ook zo'n grote boot? Nee, joh. Ja. Ja? Nee. Ja? Om op te boden of alleen om op te varen? Om op te varen. En dan gewoon lekker een huisje waar je kan wonen? Ja. Oké. Okay. Leuk. En jij bent met? Dat is jouw vader? Martijn. Martijn. Ja, zie je het. Mooi. Vermaak je nog een beetje? Heb je al wat drinken genomen? Oké. Wil je ook een rondje filmen? Ja? Hij heeft eigen. Ja, dat heb ik een keer gezien in de video, hè? Dan kreeg jij een camera. Heb je al veel filmpjes gemaakt? Ja? Niet? Ja, dan moet je gewoon zeggen, pop, zet hem even aan, dan ga ik even een rondje lopen. Ja, toch? Spannend. Ja. Kijk, want je ziet daar een heel klein zeehondje. Ook leuk. Doei! Ja, dat was de mechanic. De mechanic. Dat was de echte mechanic, hè? Die was er klaar mee. Ja. Ja. Alles wat ik niet doe, doet hij. Dat doet hij. Ja. Dat is wel handig dat je zo iemand hebt, hè? Ja, ja. Ja, ja, dat is wel, heel fijn. Heel fijn, ja. Ja. Hij moet eigenlijk een vaste slaapplek aan boord. Heb hij, hè? Oh, kijk. Ja, ja. Ja. Hey, nou, tussendoor nog wat verkocht? Of, Nou, op het moment. Vandaag een beetje rustig, maar... Een beetje rustig? Nou ja, nou, met bezichtigingen. Oh, zo. Gelukkig maar, want het is druk genoeg. Ja, ja, het is druk zat. Ja, we zijn even met Niels aan het overleggen. Ja, zonder dat je het weet, Niels. Is dat een feestcommissie hier? Feestcommissie? Ja. Dan ben je vandaag van de feestcommissie? Ja, geslaagd. Ja, we zijn even een boot aan het uitzoeken hier. Oh, ja. En waar is jou opgevallen? Want ik ben wel benieuwd naar. Ja, ik zie wat leuks. Maar nee. Ik wacht nog even. Iets te kort dag, hè? Ik zal wel leuk. Hey, Ruud. Hey, ik moet even het dopje eraf halen. Ik heb hem... Hey, je staat goed in beeld, hè? Nou, de hele dag vlog Ruud al voor ons. Ja. Maar Ruud, dankjewel. Graag gedaan. Ja. Maar je gaat voorlopig nog niet naar huis. We gaan zeker nog niet naar huis. Nee, dat dacht ik wel.
Hij heeft zoveel slaapplaatsen, dat wil je niet weten. Hey, de wonderkinder. Je bent er ook nog. Ja, zeker. Moest je niet nog een flesje? Zullen we een eentje doen? Eentje toch? Eén been kan je niet lopen. Nee, dat bedoel ik. Gaan we even regelen. Kom, kom. We gaan even regelen. We gaan een flesje scoren. Ja, ik ben hier bekend geworden inmiddels. Pak gewoon even een nieuwe. Hop. Dan ontlast je het personeel een beetje, hè? Zo. Nou ja, helemaal goed. Hoppakee, ik zeg proost. Terug van weg geweest. Ja, hij is er. Ja, proost. Prut. Nou, met z'n allen eventjes dan. Proost, man. Wel ja. Hoi. Hoi. Je gaat er vandoor? Wij gaan er vandoor. Ja, okay, nou. Wij gaan naar Limburg. Oh, naar Limburg helemaal. Naar Limburg. Ja. Nou, superleuk dat jullie er waren natuurlijk. Ja, leuk. Ja, leuk om te zien. Ja, toch? Leuk voor de gastvrijheid. Ja, precies. Zien hem terug. Ja, precies. Zo is dat. Hey, doei, doei. Hoi, hoi. Gaan we wat ophalen, had ik begrepen. Ik heb het gehoord. Ja. Ik zal zo meteen alweer moeten sjouwen natuurlijk. jij moet sjouwen. Ja, je bent een bakkezel. Ja, dat is een maand of wat geleden al beloofd. Dus ja, afgesproken met elkaar. Het stond allemaal op tafel. Het was allemaal. Ik hoorde iets over knopen, schilderij. Ja, een bordje met knopen en er waren nog een paar kussens. Ook nog. Ja, dat dus voor het omkleuren van de boot zo meteen. Ja, zo krijgt iedereen een tientje mee van de Enjoy Life eigenlijk. Allemaal aan de Enjoy Life. Heerlijk. We gaan eens kijken wat ze allemaal meeneemt. Even kijken. We staan in de rij, zie je? Ja, staat nummer 381. Ja. Oh. Dat ben ik. Bingo. Ze is aan de bed. Ja. Bingo voor die 5 kussens. Ja, lekker. 5 kussens. 6 uur in de rij gestaan. En je ziet wie er moet sjouwen. Hè? Hey, tot ziens. Kijk. Hey. Leuk dat jullie er waren. Ja. Kom wel even die kant op. Ja. Nee, dus... Dat is leuk, hè? Een leuke dag. Ja, zeker, hè? Ja. Even een flesstuk slaan op je boot. Als je goed is, de stukjes glas... Ja, er ligt nog een stukje. Ja, zeker. Ja. Nee, super toch. Zou jij dat doen op je boot? Ja, nou ja, waarom niet? Waarom niet? je moet wel weten waar je tikt natuurlijk, hè? Hebben ze wel over nagedacht. Echt wel? Nee, ja. Leuk, man. Nou, superleuk dat jullie er waren. Ja, zeker. Ja, ik zou zeggen... Hey, tot ziens, hè? Tot ziens. Nou, nu ook tot ziens. En tot wederziens, zeg maar. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hop. Plots. Zo overboord. Wie spieken? Spieken. Ja, wat heb je allemaal meegekregen? De zakken zijn even overknopen. Ja. Wat zou wel lopen met het oude papier met een boot. Ja. Oh, kijk, moet je wel even een stukje laten zien wat even is. Even kijken, we hebben de kussentjes mee. Kijk eens. Ja. Kijk, schitterend natuurlijk. Ja. En kijk. Uiteraard. Wat ik heb. Beetje recht of zo. Ja. Helemaal top. Hoppatee. Mooi, dankjewel. Blij mee. Kan ik eindelijk even helpen? Ja. Ik ben er ook blij mee, want dan heeft ze tenminste een plekje. Ja, zo is dat. Ja. En ik ga hem zeker een keer zien bij de Diaan, dus dan maken die uit, hè. Diaan en Diaan, hè? Ja, Diaan. Diaan. Nu moet ik leren knopen. Nou ja, succes. Mij niet bellen. Hey, dankjewel. Heel veel plezier. Hey, doei. Nou, heel veel leuk dat jullie er waren. Ja, zeker. Ja, zeker leuk. En tot de volgende. Ja. En als je bij ons in de buurt bent, hè? Ja, dit telt niet mee. Dat is maar even, hè. Straks moet ik gewoon weer klauteren. Ja. Was alleen voor vandaag het opstapje. Hey. Doei, doei. Wat zeg jij nou? Ik heb op het abonneerknopje gedrukt. Helemaal goed, hè? Je hebt er weer een fan bij. Kijk, hartstikke leuk. Helemaal goed. Nou, ik hoop dat jullie blij zijn met de spulletjes. Ja, zeker. Mooi, hè? Komen ze weer goed terecht, hè? Erik had hem al vanaf zijn 20ste, zei hij. Kijk. Wel een stukje historie van Erik mee. Ik ga vanavond leren knopen. Ja. Ik zou zeggen wel thuis. Ja, mooi. Jullie gaan er vandoor, hè? Ja. De volgende doping. Ik zeg al tegen jullie, je hebt een abonnee bij. Heel mooi. Hey. Goed. Wel thuis. Doei. Hoi, hoi. Doeg. Gewoon door. Ja, dan gaat er. Helemaal rechtdoor. Helemaal rechtdoor, hoor. Hier moet je in.
En dan naar beneden. Ja, maar Ruud, ik ga niet met jou naar de wc. Ja. Hey, toe kijk. Hey. Even kijken als je binnen doet waren. We gaan er vandoor. Ja, we gaan er vandoor. Nou. Wij gaan met je naar huis. Kijk. Ze komt morgen nog even filmen als ze binnenkomen waren in de haven. Nou, dat is leuk, dat is leuk. Hey, doei. Dan zeggen we tot morgen. Hey, fijne dag. Doei. Oh, dag Erik. Doei. Doei. Tot snel weer, ongetwijfeld. Hoeveel volgers heb je erbij? Ja? Hoeveel heb je erbij? Ik heb nog geen idee. Oh. Maar dit is van Erik, hè? Dus ja, dat weet ik. Ja, dus je moet een duimpje geven, volgen. Hè? Nee. Niks te missen. Zo is dat. Weggetraind. Getraind door Erik. Fijne zondag. Ik vind het leeg te raken, Erik. Ja. Maar we hebben nog een boot hier naast lang. Ja, daarom. Dan blijft het gezellig, hè? Ik zou zeggen, dankjewel. We spreken elkaar, we horen elkaar. Ik denk dat je het kan. Ja, ik ga gewoon mee hoor. Je hebt weer mensen blij gemaakt, Erik. Nou, ik krijg alleen knopen. Ja, knopen. Ik kreeg een mooi nieuw aanbod om een boot te keuren. Oh, kijk. Dat gaan we hier achter terugzien. Ja, toch? Ja, ik moet eerst keuren. Ja. Eerst keuren. Dan eten. Dankjewel. Doei. Veel plezier en we hebben een vader gewonnen. Ja, dankjewel. Nou, Henk is... Hij weet dat ik dat niet... Stop ermee, hoor. Henk is niet zo van de camera's. Nee. Maar hij ontkomt er gewoon niet aan. Nee. Hij staat er vandaag vaker op dan dat hij ooit gewild heeft. Ja, het staat er anders, dan staan we te lachen daar zo. Hoor. Ja. Ruud, stop ermee, joh. Hij staat er wel. Ja, zo wel hoor. Kijk, ik heb hem af en toe even nodig, dus ik neem even een kaartje van hem mee. Ja, wie weet, hè? Zie je het? Ja, door jou. Stop ik even in mijn zaak. Ja, lampie. Dus wat hebben wij gedaan? Ik heb op YouTube heb ik oplopen zoeken gejuich van mensen. Ja. Dus zij gooit die fles champagne en ik druk op knopje. Ja, nee, die niet. Dus Ja, sorry mensen. Kijk deze vlog even terug. Hè. Vlognummer zal ik er even op. Maar toen zeiden de mensen natuurlijk, dat was ook raar. Toen zei het is ook raar, dus corona had je er wel een publiek. Ja, maar we waren... Dat mocht helemaal niet. En dan zag je die Johan staan. Ja. Nou, dat was dus helemaal niet. Die begon met ons werkoutfit. Het sloeg me helemaal weg. Let's een champagne. Ik zeg, nou, als dat maar goed gaat. Ja, meer konden we niet vinden in die boot. Ja, ga ik hè? Gibraltar, ik wens u, of ik doop u, ik wens u en uw bemanning een behouden vaart. Creatief. Ruud, alsjeblieft. Mag je nog wat kwijt? Dit is Henk. Henk. Henk, vindt het heel leuk dat hij gefilmd wordt. Ja. Hey, joh, schijt eruit. Hey, Gordon. Laat ga je morgen weg? Wij willen jou allereerst nog bedanken voor de leuke dag. Nee, het was hartstikke wederzijds. Ik ook. Vond het hartstikke leuk. Absoluut. Goede samenwerking. Ja, het was leuk. Wij gaan volgende maand weer, hè? Wij gaan morgen 9 uur vertrekken. Oké, nou, dan ben je dan ben wel niet wakker. Even niet. Jawel, dan ben ik wel wakker, maar, ja, ben maar ik niet hier. Nee. Maar het was een hele leuke tijd. Ik vond het heel leuk. We hebben een hele leuke tijd gehad hier. Maar wel en je staat erop, hè, op de vlog. Ja. En blijf terugkomen, hè, we gaan zoeken. Ja, want het is namelijk zo, Gordon heeft aangeboden om volgend jaar weer een fandag hier te organiseren. Oh, ja, dat kan. Doen. Ja, nee, maar ja. Ik echt, hè. Dat gaan we doen, hè. Gaan we doen, hè. Dus Ruud, je bent erbij? Ja, zeker. Mooi zo. Helemaal goed. Niet zo'n groot stijgertje nodig, hoor. Kleintje. Ik hoor een super... En ook de collega's, hè. Ja, ik ben even gehoord. Maar ik vond het heel gezellig. Dat vriendelijke jongeman. Ik wist echt niet wat er zou gebeuren. Ik had echt zoiets van, nou, want ik... Maar... Reuze meegevallen. Ja. Hartstikke leuk. Gaaf, hè? Heb je in je handen gesneden of niet? Ja, klopt. Want ik was al bang dat je ging zo. Ja hoor, maar het bloedde lekker door. Nee, maar ze hebben bloed, hè, hier.
Ja, kijk. Nou, ah, dat valt reuze mee. Zit er geen hechting in? Het was helemaal goed. Helemaal goed. Blij. Nee, ik vond het hartstikke leuk. Ja, en als je de buurt bent, gewoon aankomen varen. Ja. En binnenkomen, hè. Ja. Ik hou altijd een plek voor je vrij, hè. Ja, eigenlijk, hè. Echt waar, hè. Ja. En dan zeggen wij, doe een duimpje, abonneren. Hè? Kom helemaal goed. Ja, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Abonneren. Ik heb lekker een abonneren duimpje. En een duimpje. Duimpje. Ja. Doei. Jassen, tassen. Troep laat wachten. Ik moet het zeggen, mag ik even kijken? Lukt het? Erik heb mijn ding. Ja, dat zag ik al. Echt, hè? Jij bent gewoon een pakezeltje geworden vandaag. En sluit zichzelf op nu. Hey. Hoi! Hey. Daar zijn wij dan. Hey. Ja. Leuk dat jullie ook op deze dag zijn. Ja. Ja. Leuk dat jij er ook bent. Ik heb een bootje voor je. Een heel klein bootje. Lukt het je? Ja hoor. Hij heeft 2 schoteltjes hebt gezien. Wie had schoteltjes? Erik had 2 schoteltjes. Erik had, ja, die had een hele zware taak, Erik. Ja, daar zijn ze. Dag heren. Op de boot gepast. Hebben op de boot gepast. Dat is weer eten natuurlijk. Allemaal mensen rondgeleid. Rondgeleid. En ze hadden een beetje gepromoot. Ja, ook nog. Ja, met design en rap zaten we helemaal. Mooi, hè? Voor de raps hoeven we niet naar hem toe, maar moeten gewoon bij jullie eigenlijk zijn. Nou ja, voor verkopen zijn wij heel goed. Ja, dat blijkt. Dus als de bar dicht gaat, kan je gewoon nog verkopen. En dan lopen we de bar. Alles goed. Ja? Maar het komt wel weer wat we doen. Dat is echt mooi. Ja, het was wel een leuke dag. Ja, toch? Zeker. Lekker van mensen geslaagd. Op een gegeven moment moet je even zitten, hè? En het is hier lekker warm, dus is de keuze snel gemaakt. Ja, jullie waren al een tijdje weg. Nou ja, als je hier helemaal binnenkomt en hier zit, dan zit je eigenlijk wel gebakken. Ik kan zeggen, je moet hier niet zo. Wij hebben opdracht gegeven om hier te zitten, want de ouders zijn elke keer aan het rennen. Ja. Dus we moesten niemand naar beneden laten. Ja, we moesten een beetje... En vervolgens zorgen dat gewoon mensen die nog even binnen wilden kijken, gewoon even naar binnen konden. En dan... Ja, laten we het houden dat het niet alleen maar puur uit zelfsufficiëntie was en zelf... Nee, we moesten ook zorgen dat als mensen interesse hadden dat ze even mee konden komen, plaatjes te maken. Tot mijn vrouw weer naar binnen kwam, hè, dat is belangrijk. Ja, ja. Want op het moment komt ze toch weer naar binnen toe en dan staan hier mensen te wachten om even te spreken met ja, spullen in ontvangst te nemen natuurlijk, van die weggeefactie. Ook interesse in de raps en de vloer. Ja, veel in de rap en de design en... En ook de vloer. Ja. Ja, dat hebben we gewoon een beetje kunnen regelen. Gewoon een nieuwe taak. Ze hebben wel alle paasheetjes opgegeten, maar ja. En dan is het 's avonds. En dat is het einde van een zeer geslaagde dag. Nou hè. En het was gewoon fantastisch. De aanwezigheid van die lieve, leuke, gezellige mensen die dan het leuke moment met je delen. En onwijs verwend. Moet je kijken. Dat is echt te gek. Zal even de camera kijken. Gewoon echt te leuk. Dus moet ik even kijken, want dan zal ik zo even een beetje langs gaan. He. Een aantal hier van Martin en Jolanda, Eddie en Edwin, van Jolanda, Richard, Wesley. Hier, kijk hoe leuk. Van Henry en Diane en de jongens. En een mooie plant nog van de Old School, Wilma Werner. Koen en Lindsay, Arie en Tony. Hier ook zo leuk even van Diane en John. En dit is nog een restje van de taart. Ja, mooie bloemen hier van Tine, van Ramon. Oh, die is ook erg chic. Van Rina en Alex. Heel apart bord met onze nieuwe End Your Life drop. Van Fred van Emmeren en zijn vrouw. Ja, mooie bloemen van de familie Mol. Ja, eigenlijk hier leuk merci. Met ook een leuk kaartje van Ad en Tineke. Ja, ik heb ze denk ik allemaal wel gehad. Hier uit Hillegom. En ik geloof dat ik het zo allemaal gehad heb. Heb ik ze toch een beetje benoemd. Ben ik iemand vergeten? Is dat zeker niet mijn bedoeling? Maar gewoon verschrikkelijk verwend. Nou hè. En we zijn als toetje nog even met de jongens bij de Lange Muur wezen eten om afscheid te nemen van de Lange Muur. Ja, want dat zijn we best veel geweest, hè? Want we gaan morgen vertrekken. Ja, vertrekken. Dus we hebben nog even een afscheid Chineesje gehaald. Ja.
Dus, en nou ja, naast Kevin Ramon schoof ook Ruud aan, want die heeft natuurlijk gevlogd. Dus ja. Nou, nemen die ook mee, die zal ook een trek hebben. Dus vanaf de vanmorgen tot nu was gewoon ene topdag. Nou hè. En leuke foto's en filmpjes en verhalen en mensen, ja, eigenlijk hebben jullie het allemaal compleet gemaakt. Ja. Want het maakt dan wel het feestje, vind ik. Dus ja, nou, het slaan was goed gelukt. Dus ik hoop dat we geluk hebben met de boot, zou ik maar zeggen. Met onze End Your Life. Ja. Dus nee, topdag. En ik wil iedereen nogmaals bedanken. En nou, ik hoop dat je de video liked, maar dat denk ik toch wel een klein beetje. Even. Ja. Ook voor abonneren. Nou ja, misschien gaan ze dit jaar nog eens verder of wat meer abonneren. Dat vinden wij leuk, toch? Ja, ja, ja. Nee, ja. Nee, maar fantastisch. Nogmaals, dankjewel. En ja... Op naar weer veel vlogplezier met deze End Your Life. Doeg! Doeg.